bij deze Henk Lichtenberg natuurlijk, Art Weerink, Ken Kleine Hesselink en Dirk Helmers en Jos Lansing. Wij zijn de Singing Sailors en ik zal even mezelf voorstellen. Ik ben Henk Lichtenberg. Ik ben Dirk Helmers. En ik ben Ken Kleine Hesselink. En ik ben Art Weerink. En daar hoort nog iemand meer bij en dat is Jos Lansing. Maar die zien jullie later wel. We gaan voor jullie zingen Word Zeeman. En dat liedje gaat er eigenlijk over een jonge vent die niet goed weet wat hij moet gaan worden na de lagere school. En kreeg als advies te horen Word Zeeman. Ja, wij noemen ons de Singing Sailors, maar wij zingen in de Clippers Crew. En de meesten komen hier uit Buurse, alleen ik niet. Maar ik kom hier twee keer in de week in Buurse en zo'n beetje hoor ik er dan ook nog bij. Maar we zingen dus graag als Singing Sailors voor jullie. Aan boord van ons schip met de Singing Sailors hebben wij onze Jel. Hey yo! Hey, hey, ho! Hey yo! Hey, hey, ho! Zoals ze dus al zeiden in dat filmpje, ze zingen dus allemaal bij de Clippers Crew. En daar zingen ze dus voornamelijk zeemansliedjes. En als het goed is, dan moet er een onderdeel, een attribuut, moet ook nog het podium op getild worden. Want dat hoort natuurlijk bij een schip, hoort natuurlijk een stuur. Anders ben je ook zo stuurloos. Goed, ik zou zeggen Henk, Art, Ken, Dirk en Jos, daar gaan jullie met het nummer. Word zeeman. Het is me duizend keer op school gevraagd. Wat wil je worden als je bent geslaagd? Nog nooit had ik erover nagedacht, maar ik heb wel verbeeld eens kracht. Machinist of conducteur, succesvol zakenman of etaleur, misschien nog timmerman of advocaat. Maar jong kon jij je dat maar aan. Word zeeman en pak het roer, bepaal je eigen. Het zeemanleven geeft je zoveel.
De zeemannen. Zo, ik dacht ineens, het leek wel op kapitein Iglo. Ik zag ineens overeenkomsten. Ben, kan ik bij jou beginnen? Ja. Ja, nou, dat vind ik wel leuk, want ik ken de heren ook al een beetje van Clippers Crew. Oh ja? En, ja, en ik vond het juist zo mooi, dat, want ik denk het is allemaal eenstemmig, maar op een gegeven moment gaan ze toch verschillende stemmen doen en dat is hartstikke mooi. En als ik had geweten dat het zeemansleven zo mooi bezongen zou worden, was ik zeeman geworden. Echt, hè? Ja. Willy, was je ook zeeman geworden? Nee, laat me maar op land. ik ben hartstikke enthousiast en hartstikke leuk. Art die straalt, want de Clippers Crew is gewoon geweldig. Leu uit de kaaskriet, god en een keer heen. Het is onmeunig gezellig. Lucie is denk ik ook wel trots, of niet Lucie? Ja. Hè? Ik zie daar iemand liggen met het publiek, dat is Lucie. Hè? Ja, dan moet ik, en ik heb altijd al een zwak voor mannenkoor. En dat ik dan al dit weer zie, mijn god zeg, je blaast helemaal weg hier. Ik vind het echt, echt top jongens. Het, de samenzang en de combinatie met dat geweldige orkest. Ik denk dat we ook nog wel even extra applaus moeten hebben, want ze moet nog even. Ja. Dus ik denk applaus voor het orkest en de dirigent. Heel goed, Paul. André? Zeg, hier komt André. Ja, ook geweldig. En vooral dat a cappella stukje dus, zonder begeleiding van het orkest. Waar jullie ook helemaal gewoon goed op toon gebleven. Dus alle lof voor deze fantastische heren. Dankjewel, heren. Goed gedaan.